Dus het doel heiligt de middelen. Ik verwacht heftige reacties van de christenen. Ook omdat ik het nog eens extra... Ik doe het natuurlijk op z'n roels, hè. En op z'n roels is niet subtiel, hè. Dus alles gaat dan nog maal 10. En dat is ook wel wat ik geloof in film. Weet je? Film is bigger than life. Dus je moet het allemaal beter aanzetten. Dus daarom heb ik juist gekozen om alles wat christen is... heel erg mooi te maken. Dus het is super mooi met mooie muziek en zingen... en hele mooie shots en belichting. En dan wat ze doen is eigenlijk heel gruwelijk. Het forceren van een religie, het forceren van dopen. En Jack Wouters die gewoon onze acteurs aan het verdrinken is om ze te laten dopen. Ik laat ook het harde kant van het heidense geloof zien. Want dan laten we ook de pracht en de praal en de magic zien. Maar we laten ook zien dat ze gewoon meisjes opbranden, levend. En dat dat heel gewoon is. Dus je laat allebei, met allebei de religies die clashen, laat je allebei de extremiteiten zien. Er zijn heel veel iconen in de wereld die mensen herkennen. Met als voorbeeld kruis, wat we heel vaak gebruiken. Dat betekent iets bij mensen en dat brengt iets los bij mensen. En wat ik heel gaaf vind aan deze film is dat je het haast als een nazi-kruis inzet. Geloof is niet heel erg totdat het extreem wordt. En in die tijd was religie gewoon echt heel extreem. Hoe fundamentalistischer en orthodoxer en fanatieker, hoe onbegrijpelijker ik het vind, een geloof. Ik geloof eigenlijk alleen maar in het feit dat wij niet weten wat het is. Daar geloof ik in. We weten het gewoon niet. Daar moeten we ons maar in berusten en niet elkaar het leven zuur maken met het opdringen van dingen die we niet weten, wat geloof heet. Ik ben niet van de dogma's. Ik ben eerder agnostisch dan gelovig of agnostisch dan atheïstisch. Ik geloof heel erg in twijfelaars. Kijk, we laten niet zeggen dit is fout of dit is goed. Dat doet de film absoluut niet. Het laat wel alle kanten van de facetten zien. En we zien dan een hoofdrolspeler die zich daar doorheen manoeuvreert. En hij moet zijn weg zien te vinden tussen die twee culturen. En uiteindelijk moet Redbath erachter komen dat hij vooral in zijn eigen hart moet kijken. Naar hoe hij moet handelen. Dat de echte kwaliteit van een cultuur niet over de buitenkant gaat, maar over wat er in je hart zit.